En goedemorgen, welkom bij deze marktupdate van BNP Paribas. De Amerikaanse indices sloten een aarzelende start 1% hoger. Voorlopig duiden de macrocijfers nog op vertraging van de economie, maar niet op een echte krimp. In het weekend kwamen de productiecijfers van Tesla naar buiten en die vielen met 255.000 iets tegen door de gedeeltelijke sluiting van de fabriek in Shanghai. Analisten twijfelen overigens of de huidige outlook voor heel 2022 nog wel haalbaar is. In Duitsland moeten 59.000 auto's van het merk zich melden voor een software-update. De beurzen in de VS blijven gesloten in verband met Onafhankelijkheidsdag. En in China zal de eerste trip van Xi Jinping naar het buitenland voorlopig ook weer de laatste zijn. Bij het bezoek aan Hongkong bleek een van de weinige mensen die bij hem in de buurt mochten komen positief op corona te testen. De Chinese markten bleven overigens dicht bij huis. De Nikkei liep 0,7% op en dat was voor de Kospi-index juist het verlies. Futures in Amsterdam duiden ondertussen op een hogere opening. Een analiste van JP Morgan laat weten dat de prijs van olie wel eens kan exploderen als de maatregelen tegen Rusland leiden tot een lagere productie. En Air France KLM schikt in een postfraudezaak rondom contracten met US Postal Service en betaalt daarvoor $3,9 miljoen. Andere maatschappijen betaalden inmiddels ook al fors en in totaal kwam er zo $84 miljoen terug bij het postbedrijf. Op de agenda vandaag producentenprijzen uit de eurozone en Amerikaanse financiële markten blijven dus gesloten in verband met Independence Day. Bij de analisten zet JP Morgan Philips op verkopen, koersdoel 21,30. Jefferies zet Shell op kopen, koersdoel 31,30. En RBC zet ING op houden met een koersdoel van €12,50. En morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.